En hoewel we als gescheiden individuen van elkaar leven, zijn we in wezen allen één en met elkaar verbonden. En ook daar zit een sleutel in tot de oplossing van het klimaatprobleem. Als mede de oude teksten waarover gesproken wordt, dat het sproeien van bijvoorbeeld nanogoud, wat op de 12e planeet Nibiru 445.000 jaar geleden zelfs witte kleur. Dus de rode paddenstoel is ook een beetje in de war. Net zoals het weer. En daardoor loopt alles door elkaar heen. Er valt eigenlijk niets meer echt te voorspellen. Dit is wat natuurlijk eigenlijk klimaatverandering is en inhoud. Klimaatverandering houdt eigenlijk in dat de weersomstandigheden extreem zullen zijn. En dat zal in de komende jaren dan ook steeds extremer worden. Dus de weersvoorspellingen zullen ook steeds moeilijker worden. Omdat de weerstremen ook steeds extremer zullen worden. En daar zal natuurlijk heel veel gepraat en gebabbeld door allerlei wetenschappers en wijsneuzen, mensen die het daar verstand van hebben. En die zullen dan met heel veel oplossingen aankomen. Schijnoplossingen, geld mee te verdienen. En op een gegeven moment krijg je een klimaatverandering van misschien wel zo'n ernstige aard dat de autoriteiten of de mensheid zelf natuurlijk met een juiste oplossing zal moeten aankomen. Om dat ernstige klimaatprobleem met z'n allen op te lossen. Willen we dat ook met z'n allen dan gaan overleven? Dus extreem weer is eigenlijk de definitie van klimaatverandering. Wat vele oorzaken kan hebben, zowel universeel, bij wijze van spreken, als. Als in de microcosmos, omdat je dat in de natuur al die extremen aan het terug traceren bent. Zoals de kastanjeboom en de paddenstoelen die al eerder opkomen. Stoelen zijn die de klimaatverandering op gang brengen en daar een deeloorzaak natuurlijk ook van uitmaken. Zijn we in wezen alles met één en met elkaar verbonden? En ook daar zit een sleutel in tot de oplossing van het klimaatprobleem. Als mede de oude teksten waarover gesproken wordt, deeloorzaak dat het sproeien van vanuit maakt. Bijvoorbeeld zoals aardels met alles is verbonden op de 12e planeet. En wij eigenlijk alles met z'n allen in wezen één zijn. Temperatuurdalingen enzovoort. Dank u wel.